Een hele goede morgen en welkom bij de Beam Kerkdienst. Het wekelijkse moment op zondagochtend waar we met elkaar zingen, waar we leren over het geloof. Vandaag spreekt mijn Beam-collega Wilke Stuy. Ze gaat het hebben over iets met een bushalte. En ze wilde haar verhaal ook eigenlijk doen vanaf een bushalte. Maar goed, het is hartstikke koud, er ligt sneeuw, dus ik stel voor dat we naar binnen gaan. Dan beginnen we met muziek. Hier is de Beam Worship Band. Maar
Het is vandaag Valentijn. En ik weet niet hoe het bij jou op de middelbare school altijd gaat. Maar bij mij was er dan vaak zo'n rozenactie. Dat je een roos kon kopen voor iemand anders. En die werd dan gegeven op Valentijn zelf. Nou ja, ik was een van die personen die eigenlijk nooit zo'n roos heeft ontvangen. En op dat moment zelf deed ik daar natuurlijk cool over. Hè? Dan zei ik, oh, joh, boeit me niet. En Valentijn is toch maar commercieel gedoe. Maar ja, als ik dan... S'middags terug naar huis fietsen, dacht ik toch een beetje van ja, is er wel ooit iemand die mij dan leuk gaat vinden? En ben ik überhaupt wel interessant? En hoe zit dat eigenlijk? Daar werd ik toch een beetje onzeker van. En het kwam bij mij door die Valentijnsactie. Maar het kan natuurlijk dat jij geen relatie hebt en dat jij überhaupt wel verlangt naar een relatie. Dat je gewoon graag met iemand samen zou willen zijn. Dat je gewoon graag iemand zou willen die je een vriend of een vriendin kan noemen. En ik denk dat het ook helemaal niet gek is. Want als ik de Bijbel opensla en de eerste paar pagina's lees, dan zie ik al heel snel dat God de mens maakt. En dat hij zegt, het is zeer goed. Maar het tweede wat God zegt, is dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn. Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Dus maakt hij een tweede mens. En die twee mensen die gaan van elkaar houden. Dus eigenlijk is het allereerste verhaal dat bekend is over de mensheid al gelijk een liefdesverhaal. Maar ja, er zijn heel veel mensen op de wereld die hebben geen relatie. Er zijn ook heel veel volgers van Beam, christelijke jongeren, die zijn single. En aan deze single jongeren hebben wij op Instagram gevraagd of ze wel eens druk ervaren om een relatie te krijgen. Ja, 50% van deze jongeren ervaart die druk. En dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Als je de televisie aanzet, als je een serie kijkt, dan komt toch vaak dat idee naar voren dat je gelukkiger bent met een relatie dan zonder. En het is nu al een poosje geleden dat we familieverjaardagen hadden, maar ook vast bij jou is er altijd iemand op die familieverjaardag, een oom of een tante, die dan zegt van, hé, hoe is het met jouw liefdesleven? En zitten er geen leuke jongens of meisjes bij jou in de kerk? Dus altijd is het weer zover.
En ja, ik merk het eerlijk gezegd ook wel in de kerk. En het is vast niet de bedoeling. Maar ik ben in mijn leven in best wel veel verschillende kerken geweest. En ik krijg toch best wel vaak het gevoel dat er veel meer waarde wordt gehecht aan het huwelijk en aan een relatie, dan dat er waarde wordt gehecht aan single zijn. Ik zie op het podium ook altijd stelletjes en mensen die getrouwd zijn. En de huiskring en de commissie, dat zijn allemaal stelletjes die dat leiden. En het kan natuurlijk zijn dat jij dat ook ziet en denkt van ja, waar zijn de single personen, net als ik? En ja, is het dan zo dat je pas in Gods koninkrijk, in Gods gemeente, dat je daar pas gebruikt kan worden als je een ring om je vinger en een partner aan je zijde hebt? Nou, misschien, het zou zo kunnen zijn dat single zijn voor jou voelt als ja, zitten bij een bushalte. Dat je toch een beetje ja, zit te wachten totdat jouw bus, totdat jouw partner voorbij komt en dat jij in kan stappen. En misschien ben je wel heel bang dat je die bus mist. Ik ben vroeger opgevoed in een heel klein dorpje waar de bus maar 1 keer per uur voorbij kwam. Dus dan stond ik op de dijk op de bus te wachten en dan zat ik ook een beetje op mijn telefoon een spelletje te doen. En het is me best wel vaak overkomen dat die bus dan voorbij reed en dat ik hem miste. En dan zat ik natuurlijk ontzettend te balen. Het is echt verschrikkelijk. En sowieso is het zitten bij een bushalte niet iets wat heel aantrekkelijk is natuurlijk. Ik bedoel, als we dit spreekwoordelijke bushalte metafoortje een beetje doortrekken, dan is het natuurlijk ook zo dat er steeds meer mensen wel hun bus tegenkomen en instappen en een relatie krijgen en misschien later ook gaan trouwen. En ja, jij zit hier dan maar. En misschien twijfel je ook of je wel überhaupt bij de goede halte staat of dat de dienstregeling wel op jou van toepassing is. En misschien ben je dus ook wel bang om jouw bus te missen. 50% van die christelijke jongeren op Instagram die is bang dat ze de ware, als die al bestaat, dat ze die misloopt. Maar ja, dit zijn allemaal dingen. Dit zijn allemaal verwachtingen en ideeën en gevoelens die ja, toch een beetje opgedrongen worden. Hè? Door de maatschappij, door de media, door het christelijke cultuurtje ook wel, als je het mij vraagt. Maar ja, dit is de Bean Kerkdienst. En ik ben benieuwd, wat zegt God nou over jou? Of je nou single bent of in een relatie zit. Wat zegt God nou over jou? Nou, ik mag gaan lezen uit mijn favoriete Bijbelboek, Efeze 1. Is geschreven door Paulus, is een brief aan de gemeente in Efeze. En Paulus begint met hallo zeggen. En daarna gaat hij gelijk een lijst opnoemen van geestelijke zegeningen die je ontvangt als je gelooft in Jezus. En dat ga ik voorlezen vanaf vers 4. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Nou, dit gaat over identiteit. Dit gaat over God die zegt wie jij bent. En Paulus heeft dit natuurlijk 2000 jaar al geschreven en dat ging over die christenen in Efeze. Maar als ik naar de inhoud kijk, dan geloof ik ook dat dit over jou gaat. Als jij gelooft in Jezus, dan ben jij uitgekozen. Dan ben jij heilig. Dat betekent ook wel apart gezet. Dan ben jij een kind van God. Dan ben je verlost en vergeven en dan krijg je genade. En iets verderop in deze tekst staat ook nog dat je het stempel van de Heilige Geest ontvangt. En dan staat hier niet dat je ja, dat die identiteit over jou pas gaat gelden als je een partner hebt of dat je even moet wachten totdat het zover is. Nee, dit gaat nu al over jou. Ik bedoel, kijk naar Jezus. Jezus was zijn hele leven op aarde, voor zover wij dat weten, single. Hij had geen relatie. En als ik in de evangelie lees wat Jezus allemaal heeft gedaan in zijn leven, dan is er niemand die zo in Gods plan is gebruikt als Jezus. Jezus is gelukkig niet bij die bushalte blijven zitten wachten tot er iemand kwam, maar hij is aan de slag gegaan. Ja, en andersom geldt dat natuurlijk ook. Jezus was een single man, maar hij werd wel serieus genomen. Ze zeiden niet tegen Jezus, blijf maar achter in een synagoge zitten, want de getrouwde mensen doen dit wel. Nee, Jezus mocht lesgeven. Jezus stond op podia. Jezus die laat zien hoe je kan leven als je echt gelooft dat je een kind van God bent. Als je echt gelooft dat je bent uitgekozen en dat je heilig bent.
En Jezus heeft er natuurlijk letterlijk met zijn eigen leven voor gezorgd dat er voor jou nog wat woordjes aan toegevoegd werden. Namelijk dat je bent verlost, dat je wordt vergeven, dat je genade krijgt, dat je de Heilige Geest ontvangt. Dat gaat over jou. En denk ik nu door deze, vind ik, mooie Bijbeltekst te lezen, dat ik nu denk te hebben gefixt dat jij je nooit meer eenzaam voelt als je geen relatie hebt. Nee. Denk ik nu dat jouw verlangen naar een relatie, jouw eventuele verlangen naar een relatie, dat volkomen weg is door het lezen van deze tekst? Nee, ook echt niet. Maar wat ik wel weet is dat er in deze wereld, door de media, door de mensen om jou heen, door christenen in jouw omgeving, dat er zo ontzettend veel verwachtingen en geluiden en ideeën op jou worden afgevuurd. Dat er zo ontzettend veel geluid wordt gemaakt en dat het geluid eigenlijk altijd klinkt en dat het altijd ontvangen wordt als je een relatie hebt, dan ben je waardevoller, dan ben je completer, dan ben je gelukkiger. En dat is niet waar, maar dat idee dat wordt wel zo gepresenteerd. En daar kan ik niks aan veranderen. Maar wat ik wel kan doen, is een tegengeluid geven. Wat ik wel kan doen, is zeggen wat God over jou denkt. En dat geluid van God ook op jou afvuren. En dat geluid is dat jij zijn kind bent. Dat geluid is dat jij heilig bent, dat jij genade krijgt. Dat is wie jij bent. En ik bid en ik hoop dat dat geluid, dat dat sterker gaat klinken dan het geluid van de maatschappij. En dat jij je niet tijdens Valentijn gek laat maken. Maar dat jij weet wie je bent in Jezus en dat dat meer dan genoeg is. Het kan ook zijn dat je wel een relatie hebt en dat je nu naar mij kijkt en denkt, nou, de preek van deze week was niet voor mij. Jawel, dat was die wel, want die tekst over identiteit die gaat ook over jou. En ik weet niet, ik vond het wel mooi om tijdens Valentijn het eens te hebben over single zijn. Want mensen zonder relatie zitten niet bij een bushalte, dus behandel ze ook niet zo, maar horen er in Gods Koninkrijk helemaal bij. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Fijn Valentijn, Wilke. Dankjewel.
En ik vind het mooi dat je uitgerekend op Valentijn eigenlijk je dus richt op de singles. Ja. Gebeurt niet veel. Nee, niet vaak genoeg, vind ik. Dus ja, ik vind dat dat wel wat vaker mag. Dus ik vind het ook heel leuk dat ik dat dan op Valentijn mocht doen. Ja. En ook wat je noemde over bijvoorbeeld de stelletjes die je in kerken op het podium ziet en zo. Ik had me dat nooit gerealiseerd. Maar het is wel altijd zo, ja. Ja. Want je ziet dan altijd van die gelukkige koppeltjes. Ja, en er is niks mis mee. Dus nee. Dat wil ik ook gezegd hebben. Er is helemaal niks mis met een relatie hebben of in een kerk iets doen als je een relatie hebt. Graag. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat single mensen ook gewoon heel veel te brengen hebben. Ja. En ik denk dat het probleem dat twee kanten heeft. Aan de ene kant denken singles misschien, nou, het is niet voor mij. En aan de andere kant denk ik ook dat de singles over het hoofd worden gezien. En dan mis je denk ik gewoon heel veel talent en heel veel... Singles kunnen ook gewoon heel dedicated zijn aan hun kerk. En die hebben misschien wel meer tijd om daar iets moois neer te zetten dan mensen die een relatie hebben. Dus ik dacht... Laat ik het eens zeggen. Ja, mooi. En eigenlijk dus ook wel een oproep aan kerken. Zo van, als dat bij jou in de kerk ook vooral met stelletjes en koppeltjes is, denk er eens op deze manier over na. Ja, als er niemand in jouw leiderschapteam zit die geen relatie heeft, dan mis je ook gewoon een heel groot deel van de bevolking in jouw leiderschapsteam. Ja. Ik weet niet of ik dan heel serieus word, maar laten we daar wel wat aan doen. Tuurlijk word je serieus genomen. Oké, dan moet er gewoon een single in dat soort team zitten. En als ze dan een relatie krijgen, dan eruit en een nieuwe single erin. Nee, grapje. Maar single mensen, die moeten vertegenwoordigd worden, vind ik. Ja, want jij hebt een relatie, maar toen je single was, heb je dat echt gemist? Waren er momenten in je leven dat je dat dus echt dacht van, hallo, ben ik nu niet goed genoeg of... Ja, het is niet vaak letterlijk tegen me gezegd, maar het gaat inderdaad meer om die kleine dingetjes op de verjaardagen. En ik ben wel eens in een kerk geweest, daar werd gebeden of dan de ketenen van het single zijn verbroken mochten worden. Nou ja, alsof het echt een aandoening is. Ja, ik vind dat dan wel heel heftig. En dan denk ik ook echt wel van, maar hoe zouden we ook zo hebben gebeden voor Jezus? Ik bedoel, Jezus was single en hij is ons grote voorbeeld en hij is onze inspiratiebron. Ik hoop en wil gewoon zo graag dat het gelijk getrokken wordt. Het is ook niet dat single zijn beter is dan een relatie hebben. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar het is wel gelijk. Ja. En dat mag wel eens wat vaker benoemd worden, denk ik. Nou, mooi. Ik zit te denken, ik heb zelf een relatie. Hoe kan ik dan... Zou ik ook singles kunnen helpen of zo? Kunnen wij, de mensen die een relatie hebben, kunnen wij iets doen dan? Of is dat helemaal niet nodig? Nou ja, ik denk dus inderdaad, als het uitgangspunt is van helpen, dan zitten we weer verkeerd te denken, denk ik. Want ze hoeven niet geholpen te worden, want er is niks mis mee. Single, kom eens even bij mij. Op anderhalve meter. Maar nee, precies. Dat is nee, ook... dus dat is het niet. Maar ik denk wel... ik weet het niet. Ik denk meer dat het in de kleine dingen zit. Ik denk niet dat wij singles echt moeten helpen, want er zijn natuurlijk ook heel veel singles die gewoon dat prima vinden. Hè? En die denken, joh, een relatie, ik zie het wel of het komt nooit. Dat kan natuurlijk ook. Dus er is ook niet dat we ze ergens uit moeten helpen. Maar ik denk dat het begint bij luisteren en niet bij dingen zeggen of bij aannames doen. Maar dat het begint met luisteren, want er zit ook best wel veel leed. Er zijn echt wel veel mensen die wel echt verlangen naar een relatie, maar dat lukt niet of dat kan niet of dat werkt niet. Ja. En dan kan je wel aankomen met, hier, ik heb een neef, ga hem maar daten. Maar ga alsjeblieft eens een keer luisteren naar iemands verhaal en geef iemand gewoon dezelfde waarde als iemand die wel een relatie heeft. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste wat wij als mensen met een relatie zouden kunnen doen. Ja. 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 Ik moet lachen omdat jij zegt van hier is een neef. Ik heb dus een keer, dit is echt random, maar ik heb een keer een situatie gehad. Ik was op een bruiloft en toen kwam ik met een moeder aan de praat die ik helemaal niet kende. En die zegt op een gegeven moment tegen mij, die zegt jaren geleden van ja, en ik heb een nichtje uit China, die is nu in China, maar als die terugkomt... Echt wat voor jou. En die begon dus te bellen. Dus ineens was ik met een meisje in China. Nou, ze nam niet op, gelukkig. Maar goed, het was echt zo van, jij bent nog single, Joram. Snel, ik ga voor je denken. Ik heb nog een nichtje in China. En het is goed bedoeld. Dus niet om deze mensen af te branden. Maar wat voor gevoel geeft dat jou? Wat voor gevoel geeft dat jou? Ja, zo van, ik ben niet goed genoeg. Nee, dat er dus een puzzelstukje bij moet voordat het dan compleet is. En ja, ik denk dat het onzin is. Want Jezus was compleet. En Jezus was single. En niet om het alleen maar de hele tijd op Jezus te gooien. Er zijn heel veel mensen in de geschiedenis. Paulus. En er zijn ook nog heel veel mensen in onze wereldgeschiedenis die geen relatie hadden. En die gewoon echt super belangrijk zijn geweest. Ja. Het is echt een verkeerd idee wat je dan dus aan iemand geeft die single is. Want jij hebt zelf ook al wel nagedacht of er iemand is in jouw omgeving. Dus dat hoef je er niet in te peperen of zo. Ik word echt een beetje chagrijnig van. Ja, maar het raakt je. En dat vind ik mooi. En ook dus, wat je dus wel kan doen, is het signaleren. Als er dus een tante Nel is op een verjaardag...
En die begint weer tegen iemand van... Nou, heb je al leuk iemand aan de hand? Want ze doen ook vaak nog aan je zit zo, hè? Ja. Heb je al iemand gevonden? Dat je dan ook kan zeggen als toeschouwer van... Hey, waarom is dat belangrijk? Ja, want je moet best wel, het is best wel lastig om dan als degene die wordt aangesproken te zeggen... Nou, Tante Nel, doet u maar snel normaal. Ik ben goed zoals ik ben. Ja, probeer het eens. Het zou heel leuk zijn, maar ik snap dat dat moeilijk is. Dus daar is misschien wel een taak voor mensen die dan ook in die verjaardagskring zitten. Ja. Om dan eens tegen Tante Nel te zeggen van... joh. Stel, het gaat over jou. Joram doet ook heel veel andere interessante dingen in zijn leven. Misschien kan je daarnaar vragen in plaats van iets waar, wat gewoon nu niet zo is en wat prima is. Ja. Ja, cool. Nou ja, ik hoop vooral ook dat we binnenkort weer met z'n allen op kringverjaardagen kunnen zitten. Ja, kan niet wachten. Ik mis de augurk met ham. Goed, dankjewel voor jouw mooie boodschap. Zeker zo op Valentijnsdag, extra bijzonder eigenlijk wel, vind ik. We moeten het over iets anders hebben, want we gaan iets tofs doen. We hebben natuurlijk de Beam Kerkdienst op zondagochtend. We hebben vorig jaar dan een soort van experimentje gedaan. Jij was daar toen bij. Dat was een heel groot succes. Ik noem het nog niet, ik bouw de spanning op. Ja. Showbusiness. Maar we gaan nu iets best wel unieks, spectaculairs en groots doen vanaf volgende week zondag. Nu moet ik het overpakken. En dan mag jij zeggen wat het is. Oké, okay, wat we gaan doen is we gaan een Alpha Youth avond organiseren. En niet eentje, maar 10. Dus we gaan een hele serie aan Alpha Youth avonden doen. En wat je daar kan doen, het is dus online, want corona. Ja. Dus je wordt in een grote Zoom gegooid met hopelijk honderden jongeren. En daarna ga je uiteen in kleine groepjes. Dan kom je ook bij een vast groepje. En dan ga je elke avond, elke zondagavond dus praten over het geloof. Je mag al je vragen kwijt. Ook als je niet christelijk bent, ben je welkom. Over Jezus, over de Heilige Geest, over de Bijbel. Alles komt voorbij. Elke zondagavond vanaf 7:30 op Zoom. Dus, en dan kan je ervoor opgeven. En via... normaal gesproken gebeurt dat normaal gesproken gebeurt dat in groepjes, fysiek bij elkaar. Ga je ook nog eten. Maar dat kan natuurlijk niet. En dit is eigenlijk voor het eerst op deze manier dat we dat zo online gaan doen. Ja. En dat je dus, als je nu denkt, ik wil met mensen ook over geloof doorpraten. Of ik heb echt concrete vragen. Dat kun je daar allemaal kwijt. Ja. En je, inderdaad, je kunt je aanmelden via... via beam.nl/alphayouth. Vet. En dat begint volgende week zondag? Ja, 21 februari begint het. En details, nog meer details. De eerste 2 avonden die zijn vrijblijvend. Dus als je denkt, ik wil het gewoon 1 keertje doen. Je bent hartstikke welkom die eerste 2 avonden. En dan op 3 gaan we vaste groepjes maken. Ook op leeftijd en op regio. Dus het zou heel goed kunnen dat je gewoon in een groepje komt. Met allemaal christelijke of niet-christelijke jongeren. Waar je misschien wel vriendschappen mee kan sluiten. Omdat ze gewoon in dezelfde stad wonen. Vet. Dus dat is vanaf 3. En er zijn dus 10 avonden. Check. Check de website, meld je aan, zorg dat je erbij bent. Want dit is een super toffe manier om ook als, als je door wil praten over geloof... of misschien helemaal nieuw bent of nog niet eens weet of je gelooft... dan is dit wel echt de place to be. Top! Dan nu. Wij bidden in de Beam Kerkdienst. Jij mag zo ook bidden, zou ik je willen vragen. Dan weet je dat alvast. Spoiler. Maar we vinden het ook belangrijk om met elkaar, voor elkaar te bidden. Voor gebedspunten, dingen die spelen in onze levens... Op Instagram vragen wij aan jou elke week van wat is iets wat er aan de hand is en waarvan je zou willen dat we als groep jongeren, als community daarvoor bidden. En er komen altijd best wel heftige en ook veel punten binnen. En we willen nu een moment nemen eigenlijk om met z'n allen een aantal van die punten in beeld te brengen en om daarvoor te gaan bidden. En dan zou ik jou willen vragen, Wilke, om daarna af te sluiten met gebed. Ja. Lieve God, lief Vader in de hemel. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u altijd naar ons luistert. Heer, u hoort ons gebed. U kent al deze gebedspunten. U kent ook alle gebedspunten die niet zijn op dit bord zijn beland. U weet wat er in ons hoofd leeft. U weet wat er in ons hart leeft. Heer, we willen het bij u neerleggen. Of we nou dankbaar zijn of dat we een gebed uitspreken omdat we u ontzettend hard nodig hebben.
Heer, we leggen het neer bij u en we willen vragen of u daar met uw Heilige Geest in wilt werken. Heer, ik wil ook bidden voor alle mensen, wat de relatiestatus ook is, dat we steeds meer beseffen wie u bent en dat dat geluid van hoe u naar ons kijkt, dat dat steeds harder mag klinken. Heer, we houden van u en bedankt voor alles wat u ons geeft. Amen. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Watching the nightly news, don't seem to find the rhythm. Just
just wanna sing the blues. Feels like the song that never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire, fire back in my bones before my heart, heart turns into stone. So somebody please pass that megaphone. I'll shout it on the count of three. One, two, three. Oh, hear my prayer tonight. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice. Let me testify. Oh, hear my prayer tonight. 'Cause this is do or die. The time has come to make a choice. And I choose joy. It's never gonna, gotta get that fire, fire back in my bones before my heart, heart turns into stone. So somebody please pass the megaphone. I'll shout it on the count of three. Dit was de Beam Kerkdienst voor deze week. Dank aan Wilke voor haar mooie boodschap en dank aan jou voor het kijken. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er gewoon weer live met z'n allen vanuit onze eigen Beam Kerkdienst studio. Meld je nog aan voor de Alpha Youth. Dat kan via deze link. En dan zie ik je volgende week. Doei! Ik ga mijn bus halen. Ik moet er snel vandoor. Wij zijn Beam, het grootste christelijke jongerenmerk van Nederland. En alles wat wij doen, ons magazine, maar ook deze Beam Kerkdienst, doen wij 100% voor jou. En dat kunnen wij alleen maar blijven doen als jij ons steunt door lid te worden. Dat kan via beam.nl/lid. En dan kun je gelijk deze toffe trui scoren. Dus help ons en jezelf, beam.nl/lid.